Wim Grootkoerkamp. Ofwel Remarkable Wim neemt vandaag afscheid van zijn Remarkable om zich volledig te kunnen storten op de kersverse stichting Aan Tafel. Wim, jij verlaat jouw Remarkable voor je nieuwe stichting Aan Tafel. Nou ja, waarom? Nou ja, een kindje moet je op een gegeven moment ook een keer loslaten. Hè? 28 jaar Remarkable is een hele mooie tijd. Alleen ja, ik probeer altijd ook bij Remarkable de tijdgeest goed aan te voelen. En die tijdgeest is volgens mij nu rijp voor een volgende stap. De zichtbaarheid van voedselinnovaties van het platteland, maar ook van de stad. Dat we die onder de aandacht brengen en in plaats van negativiteit en elkaar de vliegen afvangen, gaan kijken wat we wel met elkaar kunnen fixen. Caroline, wat vind jij van het initiatief van Stichting Aan Tafel? Heel goed. Het is een hele mooie aanvulling op zeg maar activistische groepen, hè, die eigenlijk een beetje het verhaal vertellen van hoe het niet is. En Aan Tafel is echt weer zo'n verbindend initiatief. Ja, weet je, met Wim erbij kan dat alleen maar succes worden, want hij is gewoon heel erg gedreven daarin, weet precies wat hij wil. Aan Tafel, ik vind het een veelbelovend initiatief. De ambitie is heel duidelijk. Ik ben heel benieuwd naar de uitvoering. Willen we de polarisatie een beetje tegengaan, dan moeten we misschien wat meer luisteren. Dat er begrip is over en weer. Ja, dat is een initiatief wat we denk ik wel echt over toejuichen. Wat een hoop positieve reacties en goede ideeën om Aan Tafel nog meer op de kaart te zetten. Volg dit mooie initiatief en geef vooral ook jouw input via gaaantafel.nl. En wie weet schrijven we binnenkort samen aan. En onthoud, alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder.